Ik ben sinds 2001 heb ik een dwarslesie opgelopen en sinds 2003 ben ik gefascineerd geraakt door het hele thema de mens met een handicap en de maatschappij. Wacht even, er wil iemand wat vragen. Ja, wat is er mevrouw? Wilt u oversteken, meneer? Ik zeg, wacht even, ik geloof dat ik moet oversteken. Momentje, ik ben zo terug. Ik zeg, fijne dag mevrouw, daar ben ik weer. Nee, waar deze vrouw aan onderhevig was, is denk ik waar veel mensen in onze maatschappij aan onderhevig zijn. Een onwetendheid. Ze ging dingen invullen op basis van een stigmabeeld wat waarschijnlijk bij haar leefde. Die onwetendheid, die zorgt ervoor dat men stelselmatig onderschat wordt. En als je onderschat wordt, is het al vrij logisch dat er ook snel een overwaardering komt voor wat je doet. En in mijn filosofie noem ik dat de cocktail die zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnt. En ik sta hier vandaag met mijn hele hart, mijn passie en mijn liefde voor de mens. En ik doe een appel op jullie om goed na te denken over wat wij doen. Want niet alles wat goed bedoeld is, heeft het gewenste effect. Want we moeten toch vriendelijk kunnen zijn vandaag de dag. En ik ben de laatste die zegt dat we niet vriendelijk zouden mogen zijn. Als ik het zou hebben, ik weet niet of ik nog zou willen leven. Dat is leuk om te horen. Op het moment dat die mens gaat leven naar dat stigma en gelooft dat dat lage verwachtingspatroon wat op hem gedrukt wordt door de mens die onwetend is, als hij dat gaat geloven, dan wordt hij een gehandicapt mens.